Brouwerij Lindemans in Vleizenbeek, deelgemeente van Sint-Pietersleeuw, bouwt momenteel een nieuw gebouw om dubbel zoveel bier te kunnen produceren. De investering is broodnodig omdat de export van lambiekbier zo goed draait dat de brouwerij uit haar voegen barst. De uitbreiding levert ook 20 extra jobs op. Geen crisis in de biersector en al zeker niet bij de speciaalbieren. Brouwerij Lindemans, dat zich al sinds 1822 langs de Lennixebaan in Vleizenbeek bevindt, brouwde vorig jaar maar liefst 85.000 hectoliter bier. We zien nog altijd een groeiende belangstelling voor lambiekbieren in binnenland, maar ook buitenland. Er zijn nog altijd een aantal groeimarkten, zoals China, Japan, die beginnen nog maar eigenlijk de speciaalbieren te ontdekken. En daar trachten wij dan natuurlijk ook zo rap mogelijk op in te spelen. Hè. Dus met de capaciteit die we nu hadden, was het eigenlijk niet meer mogelijk om nog verder te groeien. Het lange gistings- en rijpingsproces van lambiekbieren neemt veel ruimte in beslag en dus pompt de brouwerij 15 miljoen euro in een nieuw gebouw. Daar zullen vanaf april 2014 de 9 Lindemansbieren gebotteld en gestockeerd worden. Ook federaal minister van Financiën Koen Geens, die vanmiddag de eerste steenlegging bijwoonde, kan het bier en de investering wel smaken. Uw aanwezigheid hier verraadt dat het om een belangrijke investering gaat of dat u een groot bierliefhebber bent? Beiden eigenlijk, maar toch ben ik hier in de eerste plaats omdat het een belangrijke investering is. En het bewijs dat een Vlaams bedrijf met een kwaliteitsproduct wereldwijd kan exporteren. Lindemans exporteert 55% van zijn productie naar alle continenten, waarvan 20% naar Amerika, maar ook naar Australië, naar Afrika. Ik vind dat formidabel. De uitbreiding levert 20 extra jobs op en wellicht ook meer brouwerijbezoekers. Het biertoerisme zit in de lift en dat juicht ook de gemeente Sint-Pietersleeuw toe. Men gaat hier een nieuwe ontvangstzaal bouwen van waaruit de bezoeken aan de brouwerij kunnen plaatsvinden en waar men wel een 100-tal man zal kunnen ontvangen. En dat is eigenlijk een beetje de proef op de som van het belang van deze brouwerij en van het biertoerisme voor onze streek. Als je een groter bezoekerscentrum moet bouwen, dan is het wel dat de bezoekers komen.